Er is er wat 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van het oud-zuivelfabriek tussen Marre en Liessers. Het gaat om een subsidie vanuit het Waardfonds. En daar is een van de initiatiefnemers, Johan Dijkstra, maar wat blijft mij? Dat is een hele opluchting, we zijn heel blij mee, want daar hangt wel alles van af. Nu kunnen we de financiering rondkrijgen en dan kunnen we in principe los. Het vertutte is een fabriek die begin jaren 70 dicht. Net sinds de verskaarde projecten stiert het gebouw alweer 20 jaar leeg. Bouwbedrijf Dijkstra zegt nou een kans en pakte dit op. Wij hadden dat de keep kwam via een veiling en toen hebben we de bank bellen dat we het van de volgende keepje konden. Nou, dat gaan we proberen en dat is slagen. Het is in ons eigen dorp van de erg dat we dingen hebben. Het fabriek wordt volslijn renoveren. Er komt een museum over de geschiedenis van het zuivelfabriek en ook een aantal recreatiewenten. Daar komen 13 recreatieappartementen in. En dat is vooral voor mensen bedoeld uit de Randstad die het rust en ruimte ziekje en die het belevenis ziekje die de belevenis mooi moet kennen. De blijdschap bij de inwoners van Marre en Liessers is groot. Het zuivelfabriek is al jaren geen visitekaartje meer van de streek. Maar dat zal nou verorien. Ik denk dat het belangrijkste is dat het vervallen gebouw compleet opknapt wordt. Dat het echt weer in ere hersteld wordt en het bloot ook echt fabriek. Hè. Je kan gewoon aangewoon zien dat het nog een mooie fabriek eigenlijk is. En ik denk dat dat wel heel belangrijk voor het dorp ben.